Hallo, daar zijn we weer met nog een Star Wars filmpje. Dit keer weer een filmpje over The Force Awakens met Disney Infinity. En wij hebben nu Kylo Ren in de aanbieding. Kylo Ren is een van de hoofdrolspeelsters uit de nieuwe Star Wars film The Force Awakens. En wat staat er hier in het Nederlands bij? Agent van de First Order die het sterrenstelsel terroriseert met zijn kwaadaardige acties. Nou, hij is wel wat meer. Als je de film hebt gezien, weet je dat. Hij is een van de belangrijkste spelers en in de volgende film gaan we hem natuurlijk nog terugzien. Ik heb hem voor Disney Infinity 3.0. We gaan hem uitpakken en kijken hoe het poppetje eruit ziet. Waarom zie je nu zoveel Star Wars The Force Awakens op mijn kanaal? Of eigenlijk gewoon Star Wars op mijn kanaal? Omdat de film nu uit is en het is echt nu overal te koop in de winkels. En ik ben zelf een grote Star Wars fan, dus ik denk ik deel het met jullie. Zo, het kaartje met de close-up van Kylo Ren erbij. Het poppetje, ik haal hem eruit. Zo, dat gaat weg. Dit is hem dan, Kylo Ren. Als je naar hem kijkt, het eerste wat mij opvalt is dat de ondergrond waar hij op staat hetzelfde is als die van Finn en Rey uit de playset. Dus dat past mooi bij elkaar als je ze bij elkaar neerzet. Ik kijk nu even snel naar zijn rug. Het plastic is weer natuurlijk het zachte plastic. Maar je ziet hier heel mooi die scheuren die in zijn cape zitten. En je ziet zijn hand, de force hand die hij heeft. Waarmee hij je ieder moment vast kan pakken. Zijn lightsaber. En dat is even, ja dat kan als ik mijn hand ervoor hou, is dat wel goed te zien. Je kan zien dat zijn lightsaber niet dat hele glad is wat een lightsaber normaal heeft. Maar het is een beetje een gekronkelde vorm. En het heeft natuurlijk de speciale T-vorm. Maar die gekronkelde vorm die krijg je in de film ook te zien. Daar is het een hele wilde vuur. Lightsaber en dat is hier op deze manier teruggebracht. Als we kijken naar zijn gezicht, dat is een beetje moeilijk want het is een heel donker gezicht, maar het ziet er wel heel mooi uit. Dus zijn kleding, de onderkant van zijn mantel en zo ziet er allemaal heel goed uit. Hij is helemaal in het zwart en hij lijkt natuurlijk op een ander figuurtje uit Star Wars en dat is Darth Vader. Hij heeft zichzelf heel erg gebaseerd op Darth Vader en hoe hij wat hij met Darth Vader te maken heeft, dat moet je maar in de film zien. Dat wil ik je niet verklappen. Het ziet er voor de rest netjes uit. Hier zie je zijn cape. Of zijn, de hoed van zijn mantel, de hoodie. En het is een mooi poppetje. Ik ga zo meteen, ga ik hem natuurlijk opstarten in Disney Infinity. En dan ga ik kijken hoe die er in het spel zelf uitziet. Misschien laat ik je ook nog wel even wat van The Force Awakens zelf zien. Het spel dan natuurlijk, niet de film. En in ieder geval krijg je de trailer te zien die bij hem hoort. Nou, tot zometeen bij de trailer.